Sinds de rally verhuisd is naar Zuid-Amerika, hebben we altijd een Nederlandse vrachtwagen in ons tv-bivak. De BT-LB04, al 5 jaar lang ook dezelfde DAF-truck. Dit jaar bestuurd door Kevin Derks en Tom de Zeeuw. En zij hebben een iets ander schema dan wij. Als wij werken, slapen zij. Alleen, vandaag even niet. Wakker worden, jongens. Kevin, jij hebt de meeste volgens mij allemaal meegemaakt hier van het bedrijf. Nee, we hebben ze allemaal netjes verdeeld. We hebben allemaal 4 keer de Dakar gedaan bij ons. Maar jij doet meer dan alleen Le Dakar, de Tour de France, Giro d'Italia geloof ik? Ja, inderdaad. Heel veel sportevenementen. Ook business-to-business roadshows, business-to-consumer. Een beetje van alles wat, het hele jaar door. Maar luister, deze doe je al 5 jaar mee. Wat erachter hangt, ja, dat lijkt zo op het eerste gezicht eigenlijk hetzelfde als alle voorgaande jaren. Maar hij is compleet nieuw. Ja, we hebben hem speciaal gebouwd voor de Dakar Rally. De voorgaande edities hebben we een paar kleine probleempjes gehad met onze trailers door het zand heen en door het losse zand op de grote passen over de Andes. We hebben hem iets hoger op zijn wielen gezet en dit is het resultaat. Even, alles wat binnen staat aan apparatuur, daar doen jullie niks mee. Het is specifiek de truck opbouwen en afbreken. Wij bouwen de truck en we bouwen de trailer op. En daarna zetten wij de spulletjes klaar, maar het aansluiten gebeurt door een andere partij die bij ons in de truck aan het werk is. Hoe trots ben jij op deze trailer? Ja, wij zijn wel heel trots, denk ik. Het is een nieuw product. Het is toch altijd spannend, ook voor onze opdrachtgever. Maar ik denk dat we de laatste beklimming over de Andes ook goed hebben voltooid. Dus ja, een groot succes. Na de rally zet je hem op de boot, dan komt hij terug naar Le Havre, ergens zal het zijn, eind februari. En wat gebeurt er dan met die trailer? En vooral ook met deze truck? Ja, poetsen, hè. Want zoals je ziet, hij is aardig smerig. En ook van binnen, alle stof zit allemaal in de balken. Dus ik denk dat ze wel een weekje bezig zijn met alles stofvrij maken. En deze trailer is specifiek voor Dakar? Die gaat niet naar de Tour de France of naar de Giro of andere evenementen? Ik denk het wel, maar hij is nou wel speciaal voor Dakar zo gebouwd dat hij minder stof binnenin krijgt. Wie van jullie gaat volgend jaar mee? Nou, wij gaan met z'n tweeën. Dream team, dat kan niet anders. Dat weet je nou al. Nou, dat is bij deze dan vastgelegd, hè.